Als je het puntenaantal bekijkt, dan kunnen we zeker zeggen dat we mogen tevreden zijn. Natuurlijk weten we ook wel na een heel goede voorbereiding dat we misschien voetballend niet het voetbal gebracht hebben dan vorig jaar. Maar als je dan toch weer 28 punten haalt en je staat op de tweede plaats, wat dan toch overeenstemt met de ambitie van KVO dit jaar opnieuw, dan moet je eigenlijk tevreden zijn. Uiteindelijk wordt een trainer altijd beoordeeld over de punten en liefst van al met mooi voetbal. Maar als dat dan misschien een aantal wedstrijden ontbreekt, maar de punten zijn wel, hadden mij niet horen klagen. Maar we beginnen in ieder geval met een zwaar programma en we gaan direct weten waar we staan. Als je ziet dat we buiten Genk dan de volgende drie matchen tegen de eerste vier eigenlijk met onszelf erbij dan onderling concurreren om in die top te blijven. Dan hoop ik vooral dat we tegen Genk thuis de drie punten kunnen pakken. Als je inderdaad al vier van de vijf wint thuis en ja, Henk heeft het ook altijd wel wat lastiger op verplaatsing, dan spelen ze ook nog midweek Europees. Dus ze zullen er wel niet gerust in zijn. Voor ons zou het heel mooi en fantastisch zijn als we effectief Henk toch met een serieuze kloof achterlaten. Op de Wiese verwacht ik opnieuw een stugge ploeg die keihard voor de kwalificatie gaat vechten. We hebben de eerste luik, een verplaatsing naar Antwerpen die toch ook al helemaal niet zo simpel is, afgesloten. Maar ik hoop dan toch dat we daar ook kunnen doorgaan. Simpel, maar toch niet gemakkelijk. Ik probeer eerlijk te zijn en de waarheid ligt op het veld. Dus ik zie ze elke dag bezig. Ik zie hun wedstrijden, hoesting op training, inzet, kwaliteit. En daar probeert je een eerlijke keuze in te maken. En ja, hoe beter ze spelen, hoe meer ze ook aan de aftrap gaan komen. En soms wissel je ook wel eens om dan die frisheid in de ploeg te houden. Maar ik denk dat iedereen momenteel toch altijd redelijk vlot kan neerleggen met mijn keuzes. De opening van het stadion en je wint tegen de landskampioen van vorig jaar, dan is dat voor mij toch wel een moment dat vele Oostendenaars ook koesteren. De kans voor El Ghanassi en hij schiet hem erin! Yassine El Ghanassi! Die match heeft nooit in ons voordeel gedraaid, laten we zeggen. En ik denk dat er toch veel mensen deze wedstrijd gaan onthouden.